I used to live here and now I've come back again. Just to stop for a while and think how things might have been. I had to come back to remember the joy and the pain. And if it's all right with you, before I get back on the train, I just want to see Montgomery in the rain. Ja, dit is een uitvergrote postzegel van een Amerikaanse PDT met Hank Williams erop. En die hangt hier in het Hank Williams Museum in Montgomery, Alabama. Een oud station, Union Station, verbouwd tot museum. En is het terecht dat Hank op die postzegel staat en dat het station hier is verbouwd tot museum? Ik denk het wel. Maar er zijn drie Hanks. Je hebt Hank Williams senior, Hank Williams junior en junior junior. En die maken met z'n drieën cd's. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want senior is al lang dood. Maar tegenwoordig met allerlei technieken kun je gewoon mensen op een plaat samenbrengen. Nou gaat het om die senior. En dat is country muziek. En country muziek in Nederland, daar hebben wij een hekel aan, want wij denken dat dat Saskia en Serge is. En Mississippi, dat het iets van Tony Hubé. Niks op tegen, maar heeft niets met country te maken. Echte country muziek in het echte countryland, dat heeft te maken met de voorbodes van de popmuziek. Dat heeft te maken met rockabilly. Dat heeft te maken met iets wat mede uit de blues en uit de bluegrass voortkomt. Dat is heel erg knap. Het is wel sentimenteel. Zeker Hank Williams, dat is een sentimentele zanger. Maar als je dat prachtige liedje van hem hoort, dat is waar hij huilt zo vaak in die liedjes. Hè, dat ik kan huilen omdat ik zo eenzaam ben. Dat is Hank Williams ten top. En eigenlijk is dat ook wel terecht, want hij heeft een treurig leven gehad. Hij is in 1923 geboren en 1953 overleden. 30 jaar oud geworden. Toen hij 7 was, toen kreeg hij het aan zijn rug. Toen sodemiet hij van zijn paard op zijn 9 had een enorme rugkwaal. Hij had toch een slungerig lijf, altijd pijn. Met de meiden ging het ook niet goed. Hij was ontrouw, hij trouwde te vroeg. Hij trouwde zelfs 3 keer met hetzelfde meisje. Met hetzelfde meisje, met je raarheid. Hij gebruikte drank en pillen. Maar hij is wel zo'n 10, 15 jaar ontzettend beroemd geweest. Ziek en beroemd en te jong en beroemd. Hij wist niet wat hij ermee moest, die lange slungel. Maar als je het goed beluistert in muziek, dan hoor je waar die muziek die wij nu kennen allemaal vandaan komt. En dat is met die lelijke man, want het zat hem natuurlijk ook niet mee. Het was zelfs voor Amerikaanse maatstaven van de jaren 40 een vervelende lange slungel. Maar een man met een oeuvre dat er wezen mag. En het moet nou eens ophouden dat mensen denken dat country dat domme lijndansen is. Die Brabanders die daar dom staan te doen met een banjo. Er is meer country dan alleen die imitatie Brabantse country waarvan mensen denken dat het country is. Hank, dat is het. You were the driver for Hank Williams. That's correct. But why were you driving? Why was he not going by plane? Well, because we had another engagement there. We were going to take, and we needed being mobile. The times were different, you know. We didn't have
the facilities that they have today. We're talking about the 1st of January now. Yes. Yes. That's right. 1953. 1953. Yeah, okay, go on. So, you took the car? Well, we actually left from his mother's boarding house on McDonough Street. And we drove from here to Birmingham, spent the night there, and left Birmingham the next day, and went into Knoxville. The weather continued to be inclement, and the snow got heavier, and we saw we weren't going to be able to make the show, so we flew from Knoxville to Canton, where we were supposed to be at the show. Couldn't land because of the icing, and we came back to Knoxville, and we checked into the Andrew Johnson Hotel, and were intending to spend the night, and we got a call asking to drive on through because Hank did not need or want to miss another show, and so that's what we were trying to do. And outside of Oak Hill, West Virginia, I noticed he was in the back seat of the car, and I noticed that the blanket covering him had slipped. His head was facing opposite the driver. And I stopped, reached back, and took the blanket to pull back over him, his hands up on his chest like such. And I moved his hand a little bit, and I got a little resistance. Just a deck of cards and a jug of wine, and a woman's lies makes a life like mine. I drove into the hospital there and back to the back to the emergency room, and two interns came out and they checked Hank and said that he's dead. But it's also a story about that you were speeding and a policeman. That is true. I wasn't speeding. You wasn't speeding, but a policeman saw you and Hank Williams and he said, perhaps the man is dead. No, is that no. True? Well, no, no. Wait a minute. Now, let's get it exactly like it was. Yeah, yeah. Therefore, you were here. Yes. That's exactly right. Yeah. I was passing a Greyhound bus. I had plenty of time to pass it, but as I started to, I said, well, it might be a little tight, so I started to come back in behind the bus. And as I did, this car behind, being rude and whatever, inconsiderate, pulled up and didn't want to let me back in. And the car that I was meeting by chance was a patrolman that stopped me. And he turned around and stopped me, and as he did, the car behind me, apparently he knew this troop. He said, well, give him a ticket because he almost caused me to wreck. Well, I didn't cause anything. He kept him pulling in behind me there, so he did give me a ticket. And at the time, he didn't say anything about Hank being dead. He said, who is that in the back? And I said, it's Hank Williams. I started rolling down. The last time we talked was when we gassed up, and after that, he went to sleep. And sleep? Yes. We were in the car. We left. Approximately, there's a record of the exact time we left the hotel because they kept on when we checked out, but it was approximately 11 o'clock or something. So there was no drinking or taking pills in the car? There was no taking pills anytime, not just in the car. When he was with me, he never took any kind of pill. But you know, of course, in the books they said he's drinking. I really don't care what. Who was there that wrote these books? I don't know. But was anybody else there other than me? No, you're talking now about the car. No, I'm talking about in the car. And no okay. one was there but me. No. So nobody else knows but me. But you don't hear him dying then. I don't hear anything. He may never made a sound. It is so strange to drive a dead man along. Is it? I pass by, all the people say, just another guy on the lost highway. Hank's music was not only country music. They've all his, you know, he's the only man that I, at one time, I miss may still be true, that had top hits on the country and the pop at the same time. No one else has ever, at one time, had ever done that, and I don't know if anyone has ever done it now or not. And so he appealed to all people. His music did. His style may not appeal to all people, but it appealed to Southerners particularly. But it's always a little bit melancholy, sad, you can say, his music. Well, he sang from his heart. Was a sad man, you think? Yes, he was a sad man. And if I ask you one song where you can see Hank Williams the most, what song? I'm So Lonesome I Could Cry.
It's my favorite. So tell those people that you are my friend. That was my favorite. I'm so lonesome I could cry. Hier zie je een groot aantal LP's van Hank Williams. En die heeft hij tijdens zijn leven zo goed als niet gezien, denk ik. Want de hele LP die was nauwelijks nog op de markt toen Hank Williams overleed. Hij is vooral opgenomen op 78 toerenplaat. Nou kennen niet gek veel mensen al deze LP's in Nederland. Ook niet oudere mensen. Omdat ja, Hank Williams wordt niet zo gek veel gedraaid natuurlijk in Nederland. Maar wat hierop staat op deze LP's, daar kennen wij toch wel veel van. Hij is namelijk ook erg bekend geworden door zijn backlist catalog. Dat wil zeggen door het enorme oeuvre wat hij heeft achtergelaten. Hij heeft zoveel geschreven wat we allemaal kennen, dat zijn invloed inderdaad tot de dag van vandaag doorgaat. Een nummer als Jambalaya heeft iedereen gezongen. Is een nummer van Hank Williams Senior. Hij heeft geschreven You Win Again, een grote hit geweest van Jerry Lewis en daarna van iedereen. Met andere woorden, die rare melancholische man, die heeft een oeuvre nagelaten wat niet stuk te krijgen is. Deze man heeft meer geschreven dan menigeen denkt. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. In het auditorium heeft Hank Williams nog opgetreden in Montgomery. Montgomery is erg bekend geworden in de jaren 50 en 60 als een stad hier in Alabama waar het racisme hoogtij vierde. Helaas moet gezegd worden dat Hank Williams zich ook wel eens te buiten is gegaan aan racisme. Wat des te treurig is, als je weet dat veel van zijn muziek natuurlijk ook van zwarte, uit zwarte muziek in ieder geval afkomstig is. Hier is het beroemde busing incident geweest. Hè. Aan het eind van de jaren 50 en jaren 60 weigert op een gegeven moment negers zich nog neer te leggen bij het racisme. En het is toen tot zijn hoogtepunt gekomen toen zwarten weigeren nog langer in aparte bus te stappen voor zwarten. Ze zeiden, dan gaan we niet met de bus, dan gaan we lopen. En dat hebben ze maandenlang volgehouden. En uit deze streek komt natuurlijk hier, komt Martin Luther King ook vandaan. Hier is het allemaal begonnen. En er staat hier geen beeld voor de vrijmaking van de zwarten. Maar er staat hier dus een beeld voor Hank Williams. En je ziet ook wel mooi het beeld weergegeven dat hij altijd last had van zijn rug. Hij staat dat rare gekromde wat hij had. En een van de redenen dat hij die drank en al die pillen gebruikte, dat was vanwege die pijn die hij altijd had in zijn rug. Zijn drankgebruik was echt excessief. En als hij optrad in de Grand Ole Opry in Nashville, in Tennessee, werd er gevraagd, wil je als je straks het woord bier gaat zingen, dat vervangen door milk? En er zijn ook heel veel bekende opnamen van hem inderdaad bekend, waar hij zingt geen bier, maar milk. Uiteindelijk is hij toch starnakel bezopen daar een keer het podium opgekropen. Is hij er weggeschopt. Dat hebben ze gezegd, je mag pas weer terugkomen wanneer je nuchter bent. Nou, toen hij nuchter was, toen was hij inmiddels al lang in heaven. Hank Williams sings the blues no more. Hank sung good and he sung loud. God overheard and he was proud. So he called Hank home to sing up there. Now he's got a new singing place where the sun shines on his face. Hank Williams sings the blues no more. Op Nieuwjaarsdag 1953, toen kwam Hank Williams niet opdraven op het concert, hij was dood. Zijn bandleden,
Drifting Cowboy, speelde wel. En ze speelde vooral de hit van hem, I Saw the Light. Dat is een vroom nummer. En Henk Willem Senior die is helemaal opgenomen in christelijke kringen. En dat is niet helemaal terecht, want ik moet daar toch gewoon weer eerlijk over zijn. Dat was een enorme viespeuk. Toen hij dood was, had hij 2 kinderen. Een dochter en een zoon, waarvan die zoon dus Henk Willem Junior is geworden. Maar er was een andere vrouw nog ook in verwachting van een meisje van hem. Dat meisje heeft 8 jaar moeten procederen tegen de familie om als kind erkend te worden. Ze is inmiddels in 1990 is ze kind geworden, officieel. Moet je nagaan hoe lang Henk Senior toen al dood was. Maar de familie negeert haar. Want Henk Willems Junior, zijn zus, heeft weer een boek geschreven over de vader. En dan wordt dat halfzusje helemaal niet genoemd. Het was zo ongelooflijk veel drinken. Het was zo ongelooflijk veel vreemd gaan. Dat je eigenlijk al die godvruchtigheid hier niet begrijpt. Want ook als je daar bijvoorbeeld ziet, zijn vrouw Audrey, Now I'm so happy, no sorrow inside. Ja, dat klopt dan wel. Want zij heeft een vreselijk leven met hem gehad. 3 keer getrouwd geweest met hem, 1 keer, nee 2 keer zelfs heel kitscherig tijdens optredens. Maar daarna weer ontzettend slaan. Haar. De laatste foto die van Senior bekend is, die is hij met een hele bek helemaal in puin geslagen. Is hij weer in een café gaan vechten. En natuurlijk een man met een heel lang mager lijf, die verliest dat natuurlijk altijd. Met andere woorden, hij is nu opgenomen in de vroomheid van het zuiden. Maar dat is niet helemaal terecht. Maar wat wel terecht is, dat staat hier, maar pas op Mies, want hier ligt een steen. Dat heeft Henk Willems junior, die dus gewoon nog leeft uiteraard, daar neergelegd dat we een beetje netjes moeten zijn met het graf van zijn vader. Die het dus overigens weer nauwelijks gekend heeft. Maar hier zie je die prachtige hit. Your Cheating Heart. The Lovesick Blues. Prachtig nummer. You're Good Looking. Jambalaya. Cold Cold Heart. En dan kan je misschien wel je als een beest gedragen hebben. En niet mooi geleefd hebben. Maar onder die hoed daar werden mooie nummers verzonnen. Zie je hem, Misha? Ik zie hem. Henk. Senior Henk, hè? Met de kleine junior. Nou, die is net geboren, die is misschien 1 jaar oud. Dit zal 49, 50 zijn, hè? Deze foto. Er is veel tragiek in deze foto te zien. Hey, die senior die heeft in dit huis hier, in Georgiana, dat is in Alabama, zo'n 80, 90 kilometer onder Montgomery, heeft die jongens jaren doorgebracht en pas later is hij naar Montgomery gegaan. Hij is hier niet geboren in dit huis. Deze is hier niet geboren, eentje verder is hij geboren. Maar hier heeft hij dus jeugd doorgebracht zonder zijn vader, want zijn vader kwam uit de Eerste Wereldoorlog. En die was door een gifgasgranaat of door een shellshock was hij helemaal in de war geraakt. Die heeft 10 jaar lang een beetje half comateus in een ziekenhuis aan zee gelegen, in Mobile. Het is, heeft hij het aan zijn rug gekregen en ja, niemand zorgde er goed voor hem. Het is al heel vroeg aan de drank gegaan. Hij was op zijn 11e aan de drank, senior. En Senior heeft ze echt doodgespoten en doodgeprikt en doodgerookt. Dan denk je, nou dan junior, die heeft ze ook zijn vader nou eens gekend. Hij was altijd onderweg, muziek maken of hij was met andere vrouwen aan het rollenbollen, deed hij ook. Dan denk je, gaat het met hem beter? Nee, ging ook niet beter. Want hij was met zijn 18e al suicidaal aan de drank. En hij is toen in een inrichting gezet.
En toen had hij geen succes meer en toen wilde hij weer zelfmoord plegen. Toen zie je iemand tegen hem, ja, ga naar zijn inrichting. En als je leuk in de inrichting hebt gezeten tegen die junior, dan moet je ook eens een beetje om je kop laten uitwaaien en gaan berg beklimmen. Dus hij is van een berg afgesodemieterd, 1000 meter naar beneden. Toen heeft hij 2 jaar in coma gelegd. Heeft hij opnieuw moeten leren gitaar spelen en opnieuw moeten leren praten. Hij heeft alweer een zoon, daar gaat het geloof ik ook niet goed mee. Het is zo'n enorme tragedie in die familie. Maar toch doet die familie muzikaal het goed. 1 komt dat natuurlijk door de mythe. En daarom is hier het museum. 2 komt dat ongetwijfeld, dat komt natuurlijk de eerste plaats door die prachtige muziek. Ik vind dat echt erg prachtig. En 3 is het was de muziek in de juiste tijd. Het was de muziek weer van die lichte melancholie na de oorlog. Die Amerikanen hadden veel verdriet gehad in de oorlog. Veel mensen verloren, maar ze hadden ook hoop nodig. En precies dat element in de countrymuziek, dat gaf Hank Williams Senior ze. En een van de meest prachtige voorbeelden staat hier klaar. Hè? Dat is dus Love Sick Blues. Dat is in 2 woorden wat ik zeg. Love Sick Blues. Well, I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got the love sick blues. Hier in het Boyhood Home hebben ze ook een muziek- en bibliotheekkamertje. In dit kamertje hier, daar ligt de literatuur die over Hank Williams Senior, daar heb ik natuurlijk steeds over verschenen is. En er is een probleem met die literatuur. In die boeken wordt namelijk niet alles gezegd. Het beste boek op het ogenblik wat er is, dat is van Colin Escott, dat is een Canadees. Dat ligt hier overigens niet, maar ze verkopen het hier wel. Dat zegt zelfs ook nog steeds niet alles. En ik merk het hier ook, hier in dit plaatsje en in Montgomery. Ze praten niet graag over dat... Dat ruk en dat pillengebruik en die ontrouw van Hank Williams, dat vinden ze allemaal toch, ja, waarom moet je daarover praten? Maar ja, het heeft natuurlijk een deel van zijn leven uitgemaakt. En hij is niet voor niks natuurlijk op 30-jarige leeftijd overleden. Er is nu een theorie in een paar laatste boeken die zeggen, ja, hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij kon er gewoon niet meer tegen, al die kinderen met die vreemde vrouwen en al dat drukgebruik en zijn carrière liep ook een beetje af. Maar wat moet je ook? Kijk, als hij natuurlijk in New York geleefd zou hebben, of Washington nu, dan ja, druk gebruikt, nou ja, het is niet goed, maar ja, het is niet anders. Maar we hebben het hier over een diep, intens christelijke zuiden in de jaren 50, waar er iemand morfine gebruikte en pillen slikte en met allemaal wijven naar bed ging. Dat kon natuurlijk helemaal niet en ze vinden dat nu nog niet leuk. En daarom krijg je al die verwarde schriftuur, de meeste boeken verklaren hem heilig en andere, dit is een pijnlijk boek. Want hij heeft dus 2 keer getrouwd gehad met een andere vrouw, terwijl hij trouwde. Dus met een vrouw was een andere vrouw net een maand in verwachting van dit meisje. Die heeft een boek geschreven. Ja, dat maakt het natuurlijk allemaal niet leuker erop. En dat is een enorm probleem. Nee, dat probleem, dat kun je echt zo zien in Amerika. Dat je denkt, ja, dan zit je met een man die prachtig zingt en we houden van hem. Dan gaan we maar liegen. En er is ontzettend over Hank Williams gelogen. Die Audrey, de eerste vrouw van Hank Williams, die overigens al eerder getrouwd was geweest met een andere man. Die heeft een memoirs geschreven, die nooit zijn uitgekomen over, maar wel een film van is gemaakt, door Cheating Heart, in 64. Nou, daar zie je een Hank Williams, daar klopt helemaal niks van. Nog gekker, zij ligt naast Hank Williams, ja, alsof ze zijn vrouw was. Ze was al 2 jaar gescheiden. Ze was helemaal niet de weduwe van Hank Williams meer. Nou, en die mythevorming, die wordt overal nog steeds in stand gehouden. Maar ondanks dat, iedereen weet toch wat er aan de hand is. En eigenlijk is dat natuurlijk niet allemaal belangrijk, want het gaat natuurlijk om de muziek. Van die muziek moet je zeker als Europeaan leren houden. Maar als je ervan houdt en als je om bent, dan zie je dat Hank Williams een heel groot talent is geweest. En dan ga je echt van zijn muziek houden. En dat geldt zeker voor mij. I'm so lonesome I could cry.